En dan, ASML ontvangt volgende week hoogbezoek uit Amerika. Alan Estevez, en dat is het hoofdexportbeleid van Amerika, komt naar ons land, terwijl Janet Yellen op dit moment in China is, de minister van Financiën. Ja, het enige woord wat beide bezoeken met elkaar verbindt is halfgeleiders. Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen, is bij ons. Jos, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, we weten dat de Amerikanen op een gegeven moment wel kritisch waren op ons land, hè, als het ging om vestigingen en dat soort zaken. Maar nu komt deze Alan Estevez, hoofdexportbeleid naar Nederland. Hoe belangrijk is die vent? Is dat een hoge ome? Ja, die kan toch wel. Hij wordt in ieder geval gestuurd om bepaalde maatregelen die Amerika heel graag wil, uit te voeren. Dus ja. Die man die moet je zeker serieus nemen. Ja. Hij gaat met de overheid praten en met ASML. En het gaat daar vooral om fine-tunen. Kijk, die chipmarkt is ingewikkeld werk. Ja. En je kunt met bepaalde machines kan de een betere chips maken dan de andere. En niet alleen de lithografiemachines van ASML spelen daarbij een rol, maar er zijn nog veel meer stappen in dat proces. En als je dat slim doet, kan je met een oude machine een hele goede chip maken. En dat is ook gebleken. Hè? Huawei die kwam met een chip die vergelijkbaar was met een 5-nanometer chip. En dat is dus op bepaalde machines gedaan. Er mochten nog machines worden geëxporteerd die ongeveer 5 jaar oud zijn. Ja. En daar zijn de Chinezen heel slim mee omgegaan. En waar ze nu vooral op richten, is dat ASML moet stoppen met onderhoud aan bepaalde machines. Dus dan kunnen ze toch weer bepaalde fabrieken die in staat zijn gebleken heel fijngevoelige chips te maken, uitschakelen. Ja. Het gaat ook om bepaalde fabrieken. Het ging maar om bepaalde fabrieken die machines niet meer konden geleverd krijgen. Maar nu worden ook waarschijnlijk meer fabrieken daarbij betrokken. Ja, en dit is toch wel een vrij grote beperking voor een bedrijf als ASML. Dat kan best pijnlijk zijn ook, hè? Nou, dat valt wel mee, denk ik, hoor. Want ze hebben daar heel weinig hoogwaardige machines staan. Het zal dan om een paar machines gaan. Ik schat, het is echt speculeren, maar ik schat een handvol. En kijk, het is natuurlijk wel zo, als zo'n machine niet meer onderhouden wordt, dan staat die binnen een paar weken stil. Dus die maatregelen voor het onderhoud zijn heel effectief. En ik denk echt niet dat de Chinezen die machines weer aan de praat kunnen krijgen als die ophouden. Dus wat dat betreft is het heel effectief. Kijk, er is altijd wel duidelijk geweest dat als je relatief hoogwaardige chips in China maakt, en er zijn wel een paar buitenlandse spelers, ongeveer de helft van de Chinese chipmarkt bestaat uit buitenlands. Ja, die zullen gewoon de fabrieken verplaatsen naar het buitenland. Ja. En wat je ziet is dat dan een deel van de meer eenvoudige chips, dat blijft gewoon bestaan. En daar blijft ASML ook naar leveren. En ja, ASML zal ook leveren dus aan die buitenlanders in China die teruggaan naar het buitenland. Ja. Dus wat dat betreft is altijd al wel duidelijk geweest vanaf het begin af aan dat zo'n 5% zou kunnen hebben. Ja, het is echt beperkt. Ja, zoveel pijn gaat het niet doen. Maar nu is Nederland, hè, als het gaat om semicon, vrij groot. We zijn een bedrijf dat niet alleen maar in chipmachines handelt, maar ook in andere technologieën. Komt hij daar ook over praten, Estevez? Want ja, ook daar lekt een deel van China. Nee, dat is denk ik niet de bedoeling. Tenminste, uit het bericht van Reuters. Dit gaat allemaal heel geheimzinnig. Er wordt heel weinig over losgelaten. Maar in Reuters wordt alleen genoemd dat hij met de overheid en met ASML gaat praten. Ja. Oké, wat je wel kunt zeggen is, nu Yellen in China is, om daar over de handelsrelatie te spreken. Ja, dat is niet voor niks, neem ik aan, dat ze daar is om ook dit op de agenda te zetten als minister van Financiën. Het gaat toch constant over die chipoorlog tussen de Amerikanen en de Chinezen. In hoeverre moeten we dat gesprek van Alan Estevez in Nederland verbinden met het bezoek van Yellen aan Xi Jinping? Nou, ik denk dat dat niet zo heel veel met elkaar te maken heeft. Natuurlijk is het allemaal gerelateerd. Maar Yellen gaat vooral naar China om te praten over een dreigende overproductie. En dat is echt een heel groot punt. We weten allemaal dat die zonnepanelen, er is een enorme overproductie in China geweest. Op het ogenblik worden ze in Nederland gebruikt als schuttingen, geloof ik. Heb ik al een keer gelezen. Ja. Omdat ze zo goedkoop zijn geworden. En China, we weten ook allemaal dat het daar niet zo heel erg goed gaat. Dus er is een behoorlijke angst begint te ontstaan dat China enorm veel gaat dumpen. Je hebt het dan over elektrische auto's. China heeft in een sneltreinvaart een enorme productiecapaciteit voor elektrische auto's gemaakt. Nou ja, Trump heeft gedreigd al met tarieven van 100%. Ja. In Europa loopt er onderzoek naar vermeende staatshulp. Dus elektrische auto's, zonnepanelen, maar inderdaad ook chips.
En wat er nu gaat gebeuren, is dat je ziet dat China dus echt, dat daar een splitsing komt. China mag boven een bepaalde kwaliteit geen chips meer maken, gaan ze ook niet meer doen. Maar ze gaan zich volledig richten op laagwaardige chips. Onder andere voor de auto-industrie en laagwaardige elektronica, wasmachines, noem maar op, dat soort chips. Mm-hmm. En daar zijn ze ook fors in aan het investeren. En het risico is dat daar dan ook enorme prijsdalingen komen en enorme overcapaciteit. En dat is vooral heel naar voor Europa. Want onze Europese chipfabrikanten zijn voor een heel belangrijk deel gericht op die laagwaardige chipproductie. Ja, precies. Die weten dat wel dat dat komt, maar ja, ze proberen zich erop voor te bereiden en meer hoogwaardiger te maken en ingewikkelde systemen waar alleen hun chips in passen. Maar dat wordt vooral voor Europese chipproducenten een lastig verhaal. Duidelijk, dank je voor de toelichting. Jos Versteeg, analist van Insinger Gillissen.